En dan moet ik eens even diep over nadenken. Eigenlijk hebben we een geheim plan. Maar ja, als je dat natuurlijk op je, in je podcast meldt, is het niet langer een geheim plan. Dan staat het op Mediacourant weer. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Ik heb bezoek. Ik moet op bezoek, zaterdag. Ik vier. Mijn dochter is morgenjarig. Gefeliciteerd alvast. Nee, dankjewel. Die is van 77, dus nou, reken maar uit, die wordt 46. Dat is wat, hè. Kijk, bij die leeftijden natuurlijk van je kinderen. Kijk, mijn zoon wordt volgend jaar 50. Dat is dan, ja. Als je dan een foto voor je neus hebt van zo'n klein dapper ventje met blonde krulletjes. Dan is dat wel een enorme schok dat je realiseert, 50. Ja. Middelbare leeftijd. Hij heeft Abraham, gaat hij zien, hoop ik. Ja. Ja, daar is niks aan te doen. Want dat betekent gewoon dat ik namelijk dit jaar 80 word. Het is wel een vrij lullige gedachte al met al. Ga je er nog speciale dingen mee doen? Nou ja, ik moet je zeggen, ja, je ziet, ijdelheid is mij niet vreemd. Dat ik tot nu toe 2 aanboden heb om een leuk programma te maken naar aanleiding van het feit dat ik 80 word. Allemaal uitgaande van de hoopvolle gedachte dat ik het ook daadwerkelijk zal worden natuurlijk. En dat ik nog helemaal geen keuze heb gemaakt. Maar dat is wel een beetje afwachten. Ik was er wel over denk, of ik het nu wel of niet doe. Maar het is toch leuk als het je aangeboden wordt. En waar laat je dat van afhangen? Van de formule die ze gevonden hebben. Als het een heel anders is dan de ander, dan is er wel een keuzeprobleem natuurlijk. Maar je sluit niet uit dat je het ook alle 2 gaat doen? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, wat ik al zeg, ik ben wel ijdel, maar om nou 2 programma's te doen over mijn 80ste verjaardag. Nee, dat vind ik wel een beetje over. Er zijn BN'ers die dat doen. Ja? Ja, dat denk ik wel. Gordon en Geert Joling. En ja, die gun ik het graag. Vooral die kunnen lachen met open gesperde mond. Dat is iets wat ik niet kan, dus... Daar ben ik niet geschikt voor 2 uitzendingen. Nee. Ja, stuur me maar even een berichtje. Dan kijk ik even wat er mogelijk is. Ja, is want ik leef altijd met... Ik weet pas hoe het de week is als ik maandagochtend denk... Oeh, dat is waar ook. Oh, dan stuur ik dan wel een berichtje. Dan moet ik zus of zo. Ja. Ik denk dat ik... Nee, maandag is veel opnamedag. Met de Van Rossums? Nee. De regisseur is net nu uit het ziekenhuis gekomen... Maar de eerstvolgende opname met de Van Rossums is gecanceld en verschoven naar een iets later moment. Oké. Maar dat komt in het voorjaar op tv weer, hè? Nee. Dit is afhankelijk van besluitvorming door de NPO. En wij zijn nu naar september verplaatst. Oké, het was eerst niet het voorjaar. Niet dat wij daar enige inspraak in hebben gehad, maar... De NPO is een hele, hele machtige organisatie. Waarbij je wel eens denkt, ze oefenen daarvoor het invoeren van een totalitair onderdrukkend systeem. Nee, dat is een beetje flauw, maar het is een organisatie die ondoorgrondelijke besluiten neemt, laat ik het zo zeggen. Beetje de Nederlandse overheid. Ja, dat laat ze goed mee vergelijken in allerlei opzichten, ja. Want het Nederlandse tv-systeem is ogenschijnlijk heel democratisch. Want je kunt ook met 50.000 handtekeningen, zoals je weet, kun je een tv-zendertje beginnen. Nou, denk aan Ongehoord Nederland en wat hebben we nog meer op dat terrein. Poont en wat Wakker Nederland. Ja. En is er niet nog eentje? Ongehoord Nederland heb je. Ja, oké, maar daar is toch ook een laten we zeggen, voor zwarte Nederlanders een speciale zender. Ja, dat klopt. Maar daar heb ik nooit een uitzending van gezien. Nee, hoor je het dus eigenlijk alweer. Dat Ongehoord Nederland is voortdurend op de televisie, is mijn indruk. Ja, dat zijn altijd relletjes. Heel gek moment hebben die gekregen. Die oud-oorlogsverslaggever. Ja, ik vind het sowieso volkomen onjuist dat elke gek in Nederland een vergunning kan krijgen. Maar goed, dat is weer wat anders. Ik denk dat jij ook met een beetje moeite kun je ook een eigen omroep beginnen. Ja, ik zou zo een eigen omroep kunnen beginnen. Hoeveel stem heb je nodig? 50.000. Oh, maar dat zijn wel het aantal luisteraars. Zijn nog meer luisteraars naar deze pod. Dus ja. Iedereen een handtekening zetten, kun jij een omroep beginnen. Ja, je begrijpt toch dat mijn ambities daar niet liggen. Ik ben juist zo tevreden met die podcast, want ik hoef niks te doen. Nee, maar dan kun je dus op die omroep... Ik wacht tot jij
meestal iets te laat arriveert. Ja, ja, ja. En dan gaan we in die auto zitten en klaar is Casey. Meestal begin ik om... Ik ruik wat, maar ik denk altijd dat het de motor is. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik begin meestal om 1:30, denk ik, oh ja. En dan ga ik pas aanrijden. En dan moet ik natuurlijk alles zoeken. En dan ben ik natuurlijk altijd de kabels kwijt. Ja, en ik denk altijd dat je het vergeten bent. Ja. Nee, dat is niet, het staat netjes opgeschreven. Kijk. Maar goed, dus het is voor mij, de podcast is een extreem simpel medium in feite. En wat ik al eerder verteld heb, ik heb nooit iets gedaan. Ik heb voor tot zeker van alles en nog wat gedaan. Stukken geschreven en theater opgetreden, voor de tv opgetreden. En ik heb nog nooit zoveel... Wat hebben we niet? Wat komt er niet binnen elke week? En stuur je veel, mij, hè? Nog ja. hele massa van die berichten op. Ja. Laat ik ook nog eens zeggen, dames en heren, ik waardeer zeer al die positieve dingen die u over mij zegt. En natuurlijk ook die ene meneer, hebben we daar nog van gehoord, die helemaal niet positief gestemd was. Die in Den Haag zat. Hoe heette die? Koos? Nee, dat was weer iemand anders, toch? Was dat iemand anders. Hebben we wel... Ja, Ed was dat. Ed. Oh, Ed. Okay. Ja, klopt. En die heeft toch wel wat teruggestuurd, volgens mij. Die stuurde zijn adres nog mee. En die zei Ed Rothschild of zoiets was het. Oh, nou, Ed, ook zelfs Ed waardeer ik. Een beetje negatieve kritiek kan nooit kwaad. Moet je ook rekening mee houden op een slot van rekening. Ja. Maar mag ik ook, ik vind het enorm leuk dat u allerlei manuscripten stuurt en boeken. Maar ik heb niet eeuwig de tijd. En bovendien zit ik met het dilemma natuurlijk. Dat ik gezien mijn leeftijd ook mij scherper bewust ben van het besteden van de beperkte tijd die mij nog rest. Dus ja, ik ben er in principe erg dankbaar voor. Maar probeer het iets minder te doen. En in ieder geval niet te verwachten dat ik alles onmiddellijk lees en razendsnel reageer. Maar sturen ze boeken op ook? Ja, ja, ja. Ik heb een hele stapel liggen. Oké. Hij schrijft, ik heb nog nooit het idee geopperd iemand door zijn kop te schieten. Oh. Maar dat was ook ironisch bedoeld. Toch blijf ik u volgen en luisteren om me heerlijk te ergeren. Ja, precies. Wederom vriendelijke groeten van een geesteszwak psychisch figuur. Spreek de man een keer tegen. Hij zit volkomen in zijn eigen wereld. En ik draag in de zomer zeker een korte broek, zegt hij ook nog. Nou ja, een zekere geestigheid is hem niet vreemd. Hij denkt dat het dragen van een korte broek een meesterlijke wraakactie is tegen mij de bubbel waar ik in zit. Ja, ja, ja. Ja, zouden mensen zijn die niet in hun eigen wereld zitten? Nee, dat denk ik niet. Ik vind het ook wel mooi, hij stuurt ook zijn adres mee om te laten zien dat hij dus, dit zullen we niet voorlezen, maar in Den Haag woont hij. En, Nee, dat mogen we niet, want er is wetgeving in de maak om doxing, heb je dat gezien? Nee, heb ik niet gezien. Te vermijden. Wat is doxing? Doxing is dat je met het oogmerk mensen te intimideren hun adres en telefoonnummer op het internet verspreidt. Dat doet de KVK ook. Ja, dat is zo. Moet je ook zorgen dat je daar geen lid van bent, hè? Nee, maar ja, goed, als je een bedrijfje hebt, moet je inschrijven. En dan krijg je, ik weet niet wat je allemaal krijgt. En je krijgt constant telefoon van mensen die allemaal alles van je ik willen. Ik heb ook een bedrijfje, zou je kunnen zeggen. Maar ik heb gewoon geen bedrijfje eigenlijk. Ik ben gewoon een bijklussende bejaarde. Mm. Kun jij niet jezelf ook tot bijklussende bejaarde verheffen? Misschien is dat een goed idee. Maar ja, nee, precies, die KVK, daar heb je, hebt er niks aan. Nee. Behalve dat ze voortdurend je adres en je gegevens verkopen. Maar daar is wel volgens mij op grote schaal over geklaagd, over die KVK. En volgens mij was het ook nog zo dat dan uit het nummer wat daar gekoppeld werd, was dan weer, zeker als je volgens mij eenmanszaak was, je BSN-nummer af te leiden. Nou, dat is helemaal treurig. Dat natuurlijk. Is nu inmiddels wel teruggedraaid, ja. Oh. Er zijn best wel wat privacyorganisaties in Nederland die zich daar hard voor maken. Maar terecht. Terecht naar mijn idee. Maar er komt dus een doxing-wetgeving. Ja. Die wordt vandaag volgens mij in de Kamer behandeld, of... Oh, misschien wordt weer uitgesteld. Ja, de kwaliteitskrant heeft een heel nuttig onderdeel, namelijk dat je per mail ontvang je, dat heet Haagse kringen of Haagse geruchten of nou ja, hoe dan ook. En daar wordt keurig verslag gedaan van wat er in Den Haag zo al gedaan wordt. Het zijn ook dingen die je op zichzelf niet, het is meestal niet van wereldschokkend niveau, maar die je denkt toch van ja, zo nuttig dat ik dat weet. Dit is Tom-Jan Meester type, denk ik. Nee, vast niet, want er staat altijd een portretje bij van degene die het doet. Oké. Ik weet niet, Tom-Jan Mees heeft nog zo'n uitgebreid ding gedaan over dat militaire. Die moet je geschiedenis van het Nederlandse bezuinigingsbeleid ten aanzien van het militaire. En
Ja, dat moet je zeggen van die Galliotti. Dat, als je nou één conclusie uit moet trekken, is dat we bepaald niet in paniek hoeven te zijn voor de gruwelijke mogelijkheden van het Russische leger of Russische agressie. Dat is eigenlijk een hele paradoxale. Hè? Omdat iedereen natuurlijk tegenwoordig zegt van we moeten weer zorgen dat onze, hè, vanwege de Russische agressie, ja, juist dat onze militaire zaken weer op orde gebracht moeten worden. Als je nou één ding kunt leren uit het boek, is dat het daar voorlopig helemaal niet zo'n bijzondere haast bij hoeven te maken. En Poetin wil natuurlijk wel dat we bang voor hem zijn. Ja, dat vindt hij heerlijk. Hè? Dat is wel duidelijk, dat vindt hij heerlijk. Ja. Met al zijn toespraken en zijn dingen en de dreigementen. Ja, nou goed, ook weer iets. Hè. Moet je het nou wel doen, moet je het nou niet doen? Hoe serieus is het nou? Niet zo serieus in ieder geval als je vaker de krant leest. Ja, ja. Ruikt je toch iets in de wijk? Ik heb de motor nu uitstaan en het ruikt het nog steeds. Misschien is dat die atoombom van vannacht. Wie zou dat zeggen? Ruik jij dat ook? Nee. Die brandlucht? Nee. Maar ruik je een beetje naar iets verfikt. Maar ja. Vergeet niet, ik heb een leven lang gerookt. Dus mijn reuk is ook niet meer wat die was. Wordt dat slechter daardoor? Volgens mij wel, ja. Jij rookt toch helemaal niet? Nee. Precies. Dan ruik je allemaal vieze dingen. Ik weet niet. Ik heb nooit de behoefte gehad om dat te doen. En ik vind het nu ook niet zo... Maar je prijst jezelf gelukkig. Mijn vader die rookte sigaren in huis. Afschuwelijk. Ja, precies. De gordijnen ruiken er vaak nog 30 jaar later naar. Dat was zo vies. Ja. Dat is echt smeren. Ja, mijn dochter die heeft nooit gerookt. Die vond het gewoon natuurlijkerwijs vies. Ja, prijs je gelukkig. Het is een klote gewoonte. Ik heb laatst uitgerekend wat ik al uitgespaard had door sinds de afgelopen 23 jaar niet te roken. Ik weet niet, ik kwam op 70 mil of zo terecht. En nu is het heel duur, zo'n pakje, toch? Ja, idioot duur. Ik heb nog een soort gemiddelde genomen van de prijs. Begrijp ze dat ik dan in principe kan zeggen, ik ga eens idioots kopen. Want ja, ik heb toevallig wel 10.000 euro's bespaard door niet te roken. Nu heb je toch dat mensen vapen? Ja, dat is nog veel erger, toch? Het schijnt echt nog veel ongezonder te zijn. Dat je zo zuigt, toch, aan dat ding? Ja, want ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, maar er komt een rookwolk uit dat je denkt, er staat iets in de fik. Ja. Er staat een pakhuis, staat in de fik. Als je nu op de middelbare school zit, dan is dat volgens mij, of op de hogeschool, dan hebben ze dat allemaal, zo'n ding. Ja, dat is natuurlijk ook een leeftijd, dat je gewoon van gekkigheid niet weet wat je moet doen, toch? Ja. Maar dan ben ik met dat stomme roken begonnen, ook op school. Eigenlijk uit stoerdoenerij. Ja. Nou, ik heb ook wel eens een werkgever meegemaakt waar ze dus binnen zaten te vapen met dat ding. Nou, die verkocht zeker dan van die vape-patronen. Nee, want je kunt ook vapen met frambozensmaak. En nou ja, je kunt zo gek niet verzinnen. Ja. Ik zou het sterk ontraden. Ja. Volgens mij veel over gepubliceerd. Heel veel. Ja, waar moet je nou aan verslaafd raken? Drank, drugs. Suicide. Ja, en ja, dat is het spaarrood wat je bij je hebt, ja. 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 Nou, daar raak je denk ik niet verslaafd aan. Cola kan nou wel weer met de cafeïne die erin zit. Dat is ook zo gek met cola. In Nederland vind ik cola vies. En als ik in Amerika ben, dan vind ik het heerlijk om uit. Je weet dat je daar in al die hotels en motels heb je op jouw verdieping. Heb je zo'n ijsmachine. En hoor je die dingen. Die vangen alles dan allemaal in zo'n grote soort van ding wat je bij je hebt. Want dat staat op je kamer. En dan trek je een blikje cola of twee blikjes cola. En dan giet je het hele... Eerst doe je het glas helemaal vol met ijsblokjes. En dan giet je er wat cola bij. En daar geniet ik dan met volle teugen van. Dat is de echte cola, hè? Dus dat is met suiker en al geen zero? Nee hoor, dat doe ik gewoon zero. Zero wel? Ja, of okay. Light of... Ja, ze hebben daar een iets ander aanbod. En het gekke is, daar vind ik het wel lekker. Maar hier vind ik het helemaal niet lekker. Nee. Nou, kan ook de beleving zijn, hè, dat je daar bent. En, Ik denk dat... Het is vooral het geluid wat dan die machine geeft als die ijsblokjes in die... Je hebt toch een soort van gietertje bij waar je die ijsblokjes in kunt transporteren. Ja. Ja. Maar die machine maakt een heel specifiek... Ik heb nog nooit zo'n machine in Nederland gezien. Nee. Ga je weer een keer een reis maken? Nou... En dan moet ik eens even diep over nadenken. Eigenlijk hebben we een geheim plan. Maar ja, als je dat natuurlijk in je podcast meldt, is het niet langer een geheim plan. Dan staat het op Mediacourant weer.
Maar dat is eigenlijk, dat betreft eigenlijk familiebezoek. Ah, oké. Okay. In het najaar. Maar het moet nog allemaal geregeld worden. Maar ja, mijn dochter is er ook erg voor en die is nogal regelachtig. Dus wie weet komt het er wel. Dat is wel leuk, toch? Ja. Nu kun je het nog doen. En voorlopig ga ik alleen begin april naar Wenen. Ja, met de trein. Met die, precies. Ja, in je eentje. Ik heb gezworen dat ik niet meer zou vliegen in Europa. Nee. Daar kun je wel mooi verslag van doen. Want ik begreep ook dat die trein naar Londen, dat die ontzettend populair is. Daar zitten allemaal mensen in die... Terecht! Geweldig, die trein. Mag ik nog eens reclame maken? Dan, hoe heet het? Metrostar en Eurostar heet ja. Die. Ach, dat is vergeleken met dat godvergeten vliegen. Is het heer? Neemt u vooral ook eerste klas? Het eten in de Eurostar is beter dan aan boord van het vliegtuig. Veel beter. Met de Thalys vond ik het niet zo goed, moet ik zeggen. U zit veel ruimer. Ja, die Thalys is ook wel een beetje oud in Nederland. Hè? Mm. Dat is echt bejaard materieel. Van Amsterdam kun je dan ook naar Parijs met dat ding. Ja, maar ik vond de Metrostar een bovendien ding. Je komt aan op dat St. Pancras station. Prachtig station. Waar je dan weer wel ver moet lopen. En dat is dan ook weer zo waardeloos georganiseerd. Maar nee, de Eurostar is echt... Ik ben 100% voor de Eurostar. Wat mij betreft rijdt er elk half uur heen. En als je naar Wenen gaat, je hebt een uur overstaptijd. Hè? Ja, in Frankfurt. Want de normale overstaptijd is 6 of 7 minuten. En eigenlijk durft niemand te garanderen dat ding op tijd in Frankfurt arriveert. Je hebt 2 overstapmomenten, hè, begreep ik. Volgens mij maar 1 in Frankfurt. Oh, en met een uur heb je wel voldoende tijd. Ik weet niet of ik al gestipuleerd heb dat ik eerste klas wil vliegen. Reizen met de trein bedoel je? Ja. Dat is ook, het scheelt wel hoor, eerste klas. In de trein? Maar dit is toch sowieso op dit soort treinen? Meer ruimte. Oh, ruimte, oké. Okay, in Duitsland heb je bovendien roze stoelen in de eerste klas. Van dat rare fluweel. En zit je dan in zo'n cabine? Ja, ik ga niet. Het is geen slaaptrein. Nee, maar je hebt toch ook wel van die. Dat je vroeger in de trein hier ook van die. Ja, van die coupeetjes. Coupeetjes, ja. Dat je met z'n 6 in zo'n coupé zit. Ik weet niet wat voor materieel ze daar gebruiken. Ik ben al eens eerder met de trein naar Wenen geweest. Ja, wat ik me ervan heen is dat het wel erg lang duurde, moet ik zeggen. Maar het is in ieder geval reizen. Je ziet, je kijkt naar buiten en je ziet het landschap veranderen en voorbij zuizen en zo. Je komt ook met die trein terug weer. Ja, ook. Ja, dat is het hele uitje. Het is zo'n cultuurreis. Het duurt wel in mijn geval dus 2 dagen langer dan voor de rest van het gezelschap. En je moet 2 dagen eerder vertrekken? Nee, 1 dag eerder. Oké. Okay. Dus ja, ik moet er al zijn en dan de volgende ochtend gaan we aan de slag. Leuk. Nou, daar kun je wel leuk verslag van doen dan, hoe dat gegaan is. Kijk, ja, ik vind, ik zou het zeer op prijs stellen om een programma te maken met de trein. Dat bestaat al, van de EO. Ja, maar dat is niet zoals ik denk. Railway. Railway, dat is heel leuk, maar het is vooral altijd Zwitserse treinen in mijn herinnering. Kun je lekker bij een slaap vallen? Ja, maar ik ben ervoor dat je aan... Ten eerste was mijn idee om met een hoge snelheidstrein... te beginnen in het uiterste, het meest noordelijke station van de hoge snelheidstrein, dat is Uppsala. Uppsala ligt vrij dicht bij Stockholm en vanuit de luchthaven van Stockholm heb je een klein eindje naar het zuiden naar Stockholm en een klein eindje naar het noorden naar Uppsala. En dan om in Uppsala te beginnen en in Sevilla te eindigen. Kijk maar even hoe... En dan ondertussen te rapporteren over... De steden waar je dus stopt en wat je daar treft. Dat je dan natuurlijk ook naar zo'n ouderwets stationshotel moet. En nou ja, je hoeft maar een kwartier te kijken naar Sevilla en je ziet wat een prachtstad dat is. En wat voor enorm leuke dingen daar zichtbaar zijn. Maar ook in Uppsala, wat zoals zoveel Zweedse steden rond melig is. Maar dat is nou juist het sterke punt van Scandinavië. Overigens valt dat in Stockholm wel mee. Maar... Iemand vertelde, Lund is ook een universiteitsstad. Lukatili Lund, ja, bij Malmö. Ja, en dat was voor ons degene die dat vertelde. Zal niet zeggen, dat de meligste stad ter wereld. En toen keek ik naar Calgary, omdat ik daar natuurlijk afgelopen zomer geweest ben. En dat stond ook in de top 10 van meligste steden ter wereld. Ik ben daar regelmatig geweest in Lund. En dat is echt een stad, of eigenlijk een dorpje, wat drijft op studenten. Dus in de zomer is daar niets te doen. Helemaal niets is daar. Maar het draait allemaal om de universiteit die daar ligt, ja.
Maar kijk, voor mij is Lund een heel andere plek. Je begrijpt dat ik in werkelijkheid nooit geweest ben, maar ik ben in mijn hoofd ben ik er heel veel geweest. Omdat in Niels Holgersson woont Bataki, de raaf. Die woont in Lund, in de toren. En Niels Holgersson heeft een speciaal fluitje nodig. Waarmee hij de grijze ratten uit Huis Glimmingen kan dokken. En de zwarte ratten die kunnen daar dan blijven zoals ze daar altijd gewoond hebben. En dan is het de zaak dat Niels Holgersson die moet dat fluitje van Bataki zien te krijgen. Volgens mij gaat dat met meneer Ermerik, de ooievaar. Ook een ijzersterke figuur in het verhaal. En dat is voor mij Lund. Lund is voor mij Bataki, de raaf die in de toren van de kerk daar woont. De sfeer ademt ook wel een beetje, ja, Harry Potter zeg ik altijd. Dat spoort eigenlijk heel aardig met dit incident in Niels Holgersson. Ja. Een boek wat ik iedereen nog steeds, mocht u het niet gelezen hebben, kijk vooral niet naar die tekenfilm met die klote hamster. Lees het zelf. Ja. Maar er was ook nog een luisteraar, die had je met Emma Wortelboer gezien lopen in de stad. Met een tv-ploeg. We zijn met opnames begonnen voor een serie met ons tweeën. En weet je al wanneer dat op tv komt? Jemie, nee. Volgens de regisseur geloof ik in mei. Dat leek me wel heel erg vroeg. Dus dat wat ik al gesuggereerd heb, daar gaan wij niet over. Daar heb je niets over te vertellen. Hè? En dan komt het op NPO 3. Komt het op tv in 2031. Ik heb geen idee. Op NPO 3, hè? Een jongerenprogramma. Ja, het komt op NPO 3. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is voor Emma ook wel leuk, want die heeft weer een tijd geen programma's meer, hè? Nou ja, het leuke is natuurlijk dat we 53 jaar verschillen. En dat het programma nou juist gaat over de verschillen. Mm. Over hoe raar de wereld was waarin ik opgroeide, althans vanuit het huidige perspectief. En zeker vanuit haar perspectief. En hoe raar in sommige opzichten de wereld van jonge mensen is voor mij nu. Mm. Heb je nog met haar gehad over toen ze de uitslag moest voorlezen voor het Songfestival? Toen ging ze toch helemaal uit haar dak? Nee, dat is vieux, dat weet iedereen nu wel zo'n beetje. Ja. Ja, maar staat zij in het echt ook zo te gillen? Nee, ze is heel rustig en geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Misschien, ja, ook daar geldt misschien mijn... Nou, je weet dat langzamerhand steeds duidelijker wordt dat ik een enorme rust veroorzaak bij andere mensen die vaak tot katatonische verschijnselen leiden. Dat ze in slaap vallen. Ja, precies, ja. Dat ze in slaap vallen. Dus wie weet. Valt hij maar ook in slaap nadat ze langdurig naar mij geluisterd heeft. En hoe is het met Philip? Met Philip is het volgens mij wel goed. Ja, die spreek ik alleen bij de opnames natuurlijk. Maar jullie hebben niet als de slimste op tv is van hey, leuke uitzending was het weer. We hebben weer gelachen. Nou, we melden wel als de kijkcijfers hartstikke leuk zijn. En je krijgt een taart. Ja, dat ben ik erg voor. En Philip is veel minder taartgericht dan ik ben. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat de nieuwe gemachtigde, want dit is dus natuurlijk de netmanager van 1. Dus die zou ons misschien wel proberen eens een fijne taart kunnen sturen, gezien de kijkcijfers. Ik zag dat die oude van de België met zo'n ooglapje zat daar. Ja, zeker, ja. Wat had hij gedaan? Ja, hij had een netvliesloslating. Ah, oké. Okay. Want had ik zo'n schermpje stond voor. Het is natuurlijk heldhaftig dat hij geloof ik, 's ochtends geopereerd was. Of de avond ervoor, weet ik veel. Ja. En dat hij meteen alweer in uitzending zat. Ja. En weet hij dat jij heel kritisch bent op de Belgische editie? Zeker, dat weet hij wel, ja. Ja, maar hij is daar heel ruimdenkend in, dat kan ik wel zeggen. Want hij zei natuurlijk, wat op zichzelf volkomen juist is, dat het wonderlijk is dat dezelfde formule, want het is natuurlijk een Belgische formule van oorsprong, tot twee totaal verschillende programma's kan leiden. Ja. Namelijk één programma wat gericht is op hilarisch lachen. Liefst met open gesperde mond. En één programma wat eigenlijk betrekkelijk rustig is. Ja, ik lees regelmatig op internet dat wij een strontvervelend programma maken. En dat het echt de hoogste tijd wordt dat die twee stomme bejaarden opgeruimd worden en door lollige mensen worden vervangen. Leuke lachers, zal ik maar zeggen. Waarbij ik altijd denk, nou ja, misschien kunt u eens een blik werpen op de kijkcijfers. Tegen de tijd dat die halveren worden we vanzelf opgeruimd, neem ik aan. Maar voorlopig zal niemand daar echt op aandringen. Nee.
Ja, maar het ligt natuurlijk aan de mensen die dat neerzet. En jullie geven natuurlijk ook een soort van kleur aan het programma. Nou ja, dit is een van de grootste raadsels van de moderne media. Namelijk waarom een programma wat door diverse professionals in de presentatie gepresenteerd is in Nederland. Linda de Mol ook nog, hè? Linda de Mol, die zoon van Jeroen Krabbe. Oh, Martijn, ja. Ja, Martijn Krabbe. Ik moet natuurlijk niet zeggen de zoon van. Dat is natuurlijk heel irritant voor die jongen. Ja, een leuke jongen wel. Ja, zeker. Komt sympathiek over. Ik moet hem niet herkennen als de zoon van. Dat zou ik ook heel vervelend vinden als iedereen voortdurend zei, ja, je weet wel, die zoon van Gerard van Rossum. Dat zou ik niet prettig vinden. Maar goed, en vervolgens wordt het gepresenteerd door twee hoogbejaarde mannen. En het is een explosie van kijkcijferdom. Hè? Dat is toch gek? Want ja, ons wordt altijd gevraagd, hoe komt het? We hebben geen idee. We hebben echt geen idee. We hebben niks bijzonders gedaan. We hebben nooit gezegd, we gaan zus of zo doen. Ik heb nooit gedacht, ik word zo slaapverwekkend mogelijk. We hebben er nooit enige speciale gedachte aan gewijd. Je hebt wel een voordeel dat je bij de NPO zit, denk ik. Dat zou best kunnen. Je wou zeggen, het draait minder voor bij de commerciële. Ja, je hebt natuurlijk al wat mensen die... Ik wil daar verder nou niks kwetsends over zeggen, maar dat lijkt mij niet onwaarschijnlijk. Nee. Even kijken, we hebben een vraag over auto's van Stefan uit Haaksberg. Hij zegt, Maarten, is je opgevallen dat de nieuwste Mercedes verdacht veel op de Lightyear lijkt? Nee, dat is me niet opgevallen. Ik zag zo'n nieuwe Mercedes staan, een EQE, of weet ik hoe dat doet, de type aanduiding een beetje raar. En ik vind het een prachtig ding. Want hij legt de prijzen zijn absurd. Dus, ja, dat geldt hier ook. Hij denkt ook van, of hij vraagt jou eigenlijk ook, deze Stefan, denk je dat Mercedes of een Franse autofabrikant de techniek van Lightyear gaat overnemen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat Mercedes die techniek voor een heel belangrijk gedeelte al lang in huis heeft. Wacht even, dit zijn bedrijven die honderden miljarden omzetten. Die drie grote Duitse bedrijven, zeg maar Volkswagen, BMW en Mercedes, in de breedste zin van het woord. Dat zijn lui met enorme researchafdelingen. Dat ze laatst zijn ingestapt in die elektrische auto's, dat is een zaak die we al eerder besproken hebben. Daar kun je van denken wat je wil. Maar dat ze tiptop op de hoogte zijn, ja. Bovendien heeft Mercedes al in een heel vroeg stadium in Tesla geïnvesteerd. Forse bedragen bij mijn weten. Waarschijnlijk overigens voor de carrosserie en hoe je zo'n carrosserie in elkaar zet, zodat die voldoet aan de eisen. Dat weet ik niet precies eigenlijk. Maar je blijft het wel met interesse volgen, ook de nieuwe ontwikkeling op autogebied, toch? Je bent niet alleen maar fan van die oude zooi. Die oude zooi is ook enorm interessant overigens. Vooral natuurlijk dat de innovatie. Hè? De auto-industrie is daar wordt natuurlijk enorm veel geld in omgezet. En overigens maar matig verdiend bij mijn weten. Behalve de Tesla, dat heeft eigenlijk heel hoge winstmarges. Maar als je de auto-industrie onder druk zet, wat af en toe gebeurt, met name de wetgever kan dat doen. Denk bijvoorbeeld aan de milieuwetgeving in de staat Californië. En als ze het in Californië doen, dan omdat dat natuurlijk de staat is met de meeste inwoners, betekent dat de rest eigenlijk schoorvoetend moet volgen in Amerika. Ja, dan, als je de auto-industrie onder druk zet, blijken ze geweldig te kunnen innoveren. Nu is dat ook gaande. Ik heb begrepen dat met name ook die elektromotoren die Tesla gebruikt, dat heel innovatieve motoren zijn. Dus ja, ik volg dat wel degelijk natuurlijk. Peter heeft nog een vraag over dat artikel van Schippers en Rutte. Hij zegt, ik schrok er nogal van, want het lijkt mij dat de VVD hier Trumpiaans hard uithaalt naar links. Wat is er gaande in Nederland? Hoe hier in de politiek op te reageren en welk alternatief kan of moet hier tegenovergesteld worden? Jee, ja god, ik was er helemaal niet van onder de indruk zoals al gebleken is. Ik vond dat duo ik vond het een beetje kleuterschoolpolitiek wat ik er zo van zag. Ik weet niet, wordt dat ook serieus genomen ook? In mensen die de politiek serieus volgen? Ik weet het niet. Nou ja, wie weet. Afwachten. Ik was er niet van onder de indruk. Ik dacht niet, eindelijk, nu ga ik op Schippers stemmen. Nu is het zover. Nee,
helemaal niet. Ik ga niet op de VVD stemmen. Ik ga niet op Schipper stemmen. Weet je al waar je op gaat stemmen eigenlijk? Nou, ik moet eens even kijken. Omdat ik natuurlijk voor de parlementaire verkiezingen vorig jaar, was het vorig jaar, ja, hè? Was D66? Ja, heb ik D66 gestemd uit puur strategische overwegingen. Dus nu zal ik weer... Ik ben thuisloos geworden als kiezer, treurig genoeg. Ik had nooit gedacht dat ik een zwevende kiezer zou worden, maar daar ben ik nu dus. Ja, oké. Maar de VVD kunnen we wegstrepen. Dat is de schuld van de Partij van de Arbeid. Alles wat rechts van de VVD is, kunnen we ook wegstrepen. CDA ga je ook niet op stemmen. Dus dan blijft D66 over, PvdA. GroenLinks, zou je daarop kunnen stemmen? Ja, daar zou ik best op kunnen stemmen. Maar ik vind het samenwerkingsverband vind ik interessant. Dat hadden ze allemaal veel eerder moeten doen. Ik hoop dat het eindelijk eens iets wordt. Ik hoop dat de SP ook eindelijk ook eens verstandig wordt en ze er ook bij aansluit. Dan zou je tenslotte wel iets tot stand kunnen brengen, eventueel. Dus ja, de keuze is, dat geef ik toe, als we daar even over nadenken, is de keuze of D66 of het verbond van links, om het maar zo te noemen. En om ze dan misschien te steunen, helpt dat wel als je daarop stemt? Ja. Ik heb zelfs ik had even een fractie van een seconde, dacht ik, toen die Segers afscheid nam, dacht ik, god, dat is wel een heel fatsoenlijke partij, hè, dat die ChristenUnie. Maar ja, het is de ChristenUnie. Maar zijn hele optreden, als nou eens iets meer politici, hè? Nou ja, we hebben het er eerder over gehad, Rutte, ga nou eens met Segers praten. Je moet op tijd ook aankondigen dat je gaat vertrekken. Maar Rutte zit nog op een plek die heel comfortabel voelt. Ja, jammer genoeg wel. Hij heeft geen gezin? Nee, maar ik zal toch met mij eens zijn dat dit een weinig indrukwekkend kabinet is wat we hebben. Ja, maar hij zit er wel nog steeds. En hij zegt hij zit er nog steeds. Miljoenen mensen hebben weer op gestemd. Terecht, ik bedoel, het is parlementaire democratie. Dus als je de meerderheid hebt, dan heb je een kabinet. Ja. En als je daar in de grootste partij bent, dan mag jij het kabinet leiden. Ja. Maar goed, een stem op PvdA GroenLinks sluit je niet uit. Nee, maar van deze op D66 sluit ik ook niet uit. Maar ben je teleurgesteld in D66? Nee, niet echt, omdat ik weet dat, ja. Je zit met een kabinet wat traag en moeizaam functioneert. Ja. Vooral natuurlijk ook omdat dat de partijen zelf weer nogmaals, iedereen weet dat de VVD in den landen conservatiever is dan de VVD die in het kabinet zit. En dat geeft ook spanningen natuurlijk. Volt, sluit je dat nog uit? Ja, voorlopig wel. Dat was natuurlijk, dat is ook weer zo'n jongen, dan is het een leuk partijtje en het gaat goed. En ze krijgen 3 kamerzetels en dan begint dat geruzie weer, omdat ze natuurlijk ook weer iemand hebben gerekruteerd uit dat kennelijk omvangrijke veld van 12 ambachten, 13 ongelukken. Niet waar, allemaal lui die hopen hun leven nog te repareren door iets in de politiek te gaan doen. Dat zullen we nu ook moeten kijken of de BBB en mevrouw dat probleem heeft opgelost. Ja. Of dat we weer een hele reeks van die halve zolen in de politiek krijgen die dan beginnen met ruzie maken en tenslotte naar... Zie wat er overgebleven is van het Forum succes bij de vorige gelegenheid. Niets. Ze zit wel veel in de talkshows, hè? Dus die geeft nu flink gas, die BBB mevrouw. Ja, je weet dat ik eigenlijk van het optreden van politici in talkshows, dat is een van de problemen van de politiek. Dat we denken dat iemand die het leuk doet in de talkshows ook noodzakelijkerwijs iemand die is die zeer geschikt is om beleid te maken. Dat is zij namelijk naar mijn idee helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Ja, hoe laat is het eigenlijk? Ja, even kijken. 5:05. Poepie. Ja. 5:05. De tijd snel voort. Ja. En dan gaan we in die auto zitten en klaar is Casey. Wat kun je zeggen van een eeuw waarvan pas 20% voorbij is? We beginnen het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Verteld door Maarten van Rossum. Veel mensen zeggen, nou dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon 's avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.